Kijk, dit is Sarah. Sarah is gek. Hi. Dit is helemaal niet romantisch, Sam. Oh! No way, ik had het niet voor de hoek. Ze zit aan te kijken. En nu doe ik dit. Wow! Wow! We zijn de drie musketeers. We zijn de zes. Ik ben Sam. Ik ben Ramon. Wij zijn de Pakketjes. Yes, jongens. Nou, zoals jullie op de vorige video hebben kunnen zien, hebben we een hele parcours gedaan. Een mega hindernis. Ja, maar nou gaan we geen parcours doen. We hadden dus allemaal attributen gekregen van actietractie.nl. Ja. Maar nou zaten wij te denken, binnenkort moeten jullie weer naar school. Dus jullie moeten toch weer met andere kindjes te maken gaan krijgen. Hè? Want eigenlijk, onze kinderen mochten niet met andere kinderen gaan spelen. Nee. En dus nu hebben we besloten dat we toch weer een beetje moeten gaan... Met kinderen. Dus wat hebben we gedaan? Aangezien we al die leuke spullen hier in de tuin hebben, hebben we een soort van drive-in speeltuin hebben we gemaakt. Iedereen komt om 3:30, maar... Iedereen komt, elk half uur komen er andere kindjes. Ja, maar nou kindjes. Is Mike en Sarah. Ja, want we hebben hier dus... Mike en Sarah. Sarah, kennen jullie natuurlijk wel. Mike is het... Mike. Mike, wie ben jij dan? Mike is het broertje van Sarah. Sarah is natuurlijk het vriendinnetje van Jesse. Voordat we verder gaan, ik wil heel duidelijk maken dat er zijn geen ouders bij. Nee. Als de ouders komen om weg te brengen, wij blijven op afstand. Dus we houden echt wel rekening met die 1,5 meter afstand. Is dit afstand? Ja, dit is sowieso ook afstand. Kinderen mogen sowieso wel met elkaar spelen, dat mag gewoon. Ja. Maar niet te veel kinderen op een hoop. Dus wij doen om en om en we zorgen dat alle kinderen wel gezond zijn. Als we gaan hoesten, hoesten wij? Ja, kijk. Dus er komen elk half uurtje komen er een paar kindjes spelen. Ja. Eerst komt Mark, Sarah, dan met Bram en daarna Katie. Bram is jouw vriend. Katie, wie is Katie ook weer? Katie. Ja. En we hebben nog Lotte en Nicky komen en Rachel en Jaden en Kiara, het vriendinnetje van Pip, komen. En Noah, vergeet je en die. En Noah natuurlijk. Ja, Noah komt er ook bij. Ja. Och, papa. We hebben hier dus allemaal verschillende dingen waar je mee kan spelen. Dat is Sam, die is gek. Ja. Dus speel maar! Want hoe vet is het dat je dus gewoon al deze dingen kan delen samen met je vriendjes in plaats van alleen Jesse, Sam en Pip. Vind je het leuk, Jesse? Oké, de kinderen zijn ook volop aan het spelen hier zo, maar dan weet ik dat Jesse heel graag de hangmat wil proberen samen met Sarah. Kijk, dit is Sarah. Sarah is gek. Hi. Zo. Ja, dat is een beetje hetzelfde als Sarah doet, maar dan net niet, zeg maar. Jesse, kijk eens, ik heb hem opgehangen. Kijk, en nou gaan we een heel romantisch momentje krijgen, jongens. Oeps. Kijk, dit is toch niet romantisch, man? Sam! Dit is helemaal niet romantisch, Sam! Geniet! Sam! Yay! Nou, romantisch hoor, dit! Wat een toon! Ik heb een tandrijf! Oh, Sam, hij begint zin met jou te lijken. Dezelfde tand als de andere keer. Kijk, hè, bij jou. Hetzelfde als de andere keer. Ja, ik had die ook. Jij uit die kant, ja. Ja, Sam heeft geen tanden over. Die heeft er hoe gaat jij, hè? Een fietsenrek. Wow, en dan Sam? En dan Mike, Zal ik jullie schommelen over de kop? 1, 2! Nee, grapje. Maar wij zijn weg. Ja? Ben je weg? Dus als ik hier nou ga kietelen, dan is er niks aan de hand? Oh, kijk eens, Pip. Ja, nou. Mag ik? Is je lief, Pip? Kijk, ik wil ook kriebelen. Echt waar, wil je lekker kriebelen? Ja. Oh! Ja, doet hij in één keer zijn vleugeltjes open, gaat hij vliegen, hè? Ja, dat wel. Ja. Eerst likken en dan... Eerst een vinger in de mond en dat is goed voor de corona, schat. Dat is echt... Is hij lekker? Nee? Lekker. Kijk, kijk.
Steek gelijk je hele hand erin, maar gek. Sam die heeft popcorn gemaakt voor Sarah en Mike. Sarah? Ja. Jesse, we gaan even doei zeggen. Oké, en kijk eens wie er is, Noah. Ja, high five. Ja, maar nou mag het dus niet. Kijk, normaal doen ze dus hebben ze een hele speciale manier, hè, toch? Ja. Maar je mag elkaar niet aanraken, dus nu doen we het even zonder. Hoe ziet dat eruit? Wat? Ja. Wauw. Pip achter Sam staan. Oké, ja. En dat is 1. En dat is 2. Hop. Dat ging goed. En de laatste. Ja, 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 ja. En de laatste. Yay! Yay! Noah, ik had het niet gefilmd, maar hoe kwam het? Het is heel grappig. Noah en Jesse zijn beste vrienden van elkaar. Maar Jesse kan heel goed de backflip zoals dit. En Noah daarentegen, die kan weer heel goed. Zo, de salto. En die kan Jesse weer niet. Ja. Ik ga het uitproberen. Oké. Hij kan nog vooruit gaan en nog niet veranderen. Ja. Nou. Hé, maar kijk eens wie er is aangekomen. Dave. Dave. Bram. Kijk eens wie er is aangekomen. Bram. Nou, Sam is natuurlijk weer TikToks aan het maken met zijn TikTok account. Hè. Dat... Jongens. Jullie wouden iets doen. Ja. De haren verven. Oké, kom, gaan we naar buiten? Je hand op, mag ik even gaan kijken. Oké, Bram, ben je er klaar voor? Misschien moet je je hand even zo houden dat het niet in je ogen komt. Want ik weet niet hoe Sam gaat spuiten, maar... Ja. Hoe ziet het dit uit, Sam? Ik maak het zo meteen wat doen. Ja. 3, 2, 1. Wauw. Zo. Oh, dat is groen. Oh, kijk. Hey, zo lijken jullie al tweelingen, man. Nou, lekker een oor. Wat een mooie rol. Oor, rood, oor. Bloed! Oké, okay, nou, hun zijn ook daar. Zet. Doe even normaal. Die spuit is een succes, hoor. Gaat goed, Pip? Nee, niet nog meer, Sam. Oké, okay, nou, en ook hier is het half uur alweer voorbij, helaas. Kijk, en Sam die kan eindelijk weer meisjes gaan slaan. Ja, Lotte doe ik altijd slaan, maar wil jij Lotte voor mij slaan? Want ik mag niet bij haar in de buurt komen. Nee. Sam, dat is Lotte. Sam! Ja, moet je even Lotte slaan? Deze is voor jou. En voor Pip. Wauw, krijg gewoon een cadeautje, Pip. Oh, wat is dat? Pardon, stuk wol. Oranje. Stuk wol. ze zit aan te kijken. Nou, fijn. Oh, dat zien we in de camera. Kijk. Wow. Kijk, papa heeft er een. Pip heeft er een. Voor wie is die? Mama. Heeft Nicky die voor mama gemaakt? Oh, wow. Hey, dezelfde. Oké, Pip, help ze mee. Pip, help. Ja, kijk. Kijk dan. Oh, ik ga lachen als die laatste. Zou je niet houden? Ja, weg. Pas op. Wow. Oké, luister. Als jullie er meer... Dan... Allemaal nee, tuurlijk niet. Waar zie je mij van? Waarom denk je dat ik dat doe? Als jullie er meer dan 3 vangen... Kijk hoe je snoepje. Ja? Zie je? Oh, wat jammer dit. Zie je? Ik heb nog een ander gewassen. Heb je nog niet ander gewassen? Mag je 1,5 meter? 1,5 meter. Ja, dat is fijn. Daar zo staat een hele toren met allemaal bekertjes met water erin. Wie wil die omgooien? Ik heb nog niet. Ja? Oké, okay, we gaan dobbelen. Degene die het hoogste dobbelt, die mag hem omgooien. Maar staat er nog niemand achter? Jawel, de rest moet erachter staan. Jesse heeft... Oh, 6. 1. Ja, jij mag er sowieso aan staan. Oh, nou dan. 1 ook. Waarschijnlijk wordt het Jesse die mag gooien, want... 3. Nou, dan mogen jullie allemaal erachter staan. Jesse, jij mag gaan gooien. Ja. Oké, okay, Jesse, je mag wel wat dichterbij staan. Dan hebben we een grotere kans van slagen, hè? Ja. Oh, ik vind het zo leuk, jongens. Ja?
Wow! Oh. Je wou nat worden, toch? Hey, wat is jouw bedoeling nou? Wat is jouw bedoeling? Wij gaan Ramon nat gooien. Wat ga je doen, Nicky? Ramon. Oké. En kijk eens wie we daar hebben, het vriendinnetje van Sam. Yay! Katie! Is het de Russische waar met de uien van de koe? Oh! Oh! Pak hem terug, Katie, pak hem terug. Nee! Oh! Oh! Zo, ja, hoe ga je dat voor elkaar krijgen, Katie? Ja, maar jij gooit alleen de bekers. Ik zie hier een echterlijke ruzie. Oh, ja. Ja. Ja, gooi! Lekker naast, jongen! Hey, kinderen op tv, ik heb Sam goed nat gemaakt. Nog beter dan hij heeft gedaan. Ja, maar dat is die Sam dus, de kerst. Oh. Dus Mr. Moyaki. Katie, maar hoe vind je het om Sam weer te zien, na zo'n lange tijd? Ja, en jij, Sam? Ik ook. Ja? Ja. Want hoe lang hebben jullie... Hé, goed zo, Pip. Nee. Hoe lang hebben jullie elkaar niet gezien? Een jaar. Een jaar? Oké, dan 3 maanden. Oké. Tussen 2 maanden. Ja, tussen 2 en 3 maanden. En kijk eens, Rochelle is er. Ze gaan gelijk verstoppertje spelen. 26, 28, 30, kom. Oh, ik hoor... Oh. Sam, verder verrader. Sam. Wie zou daar achter zitten? Sam, ik probeer. Nou, Pip is toch verstopt. Waar zou Pip nou zijn? En Katie is toch verstopt? Ah! Nou, die is er zelf al verraden. Papa, die hond is daar. Wat ben je flauw, zeg? Papa. Jij ze? Weet zeker? Nou, kijk, Rachel is er en als er natuurlijk iemand TikToks maakt, dan is het Rachel wel. Leuk. Kijk, Sam. Je stiekem gewoon... Mag je zien? Heb je gewoon stiekem foto's zitten maken? Oh, heb je van achter foto's zitten maken? Sam. Oké, jongens, en het zit er bijna op, maar... We hebben nog iemand en die komt er nou aan. Dat is Jaden. En Kiara, hey, en de deur gaat. Hi. Zo. Ja, Pip, ja, kijk eens wie er is. Kiara! Kijk eens. Is er brand? Sam, Rochelle, rennen! Ren! Ik weet niet waarheen. Vlucht! Jaden, ren! Oké, jongens, wat is er gebeurd? Jaden vooruit zat gelid. Hij de eerste. Ja. En van de kant is er dit. Ja. En nu doet hij. En nu doet hij dit. En... Oh! Oké, wie heeft de leukste in het spelletje? Komen jullie? Oké, groen. Ja. Luister eens, als jullie hem neerzetten, je mag niet weglopen. Oké. En daar probeert eentje te springen te houden ondertussen. Heel goed, Kiara. Ja. Ja, zeg maar. Als ik hier mee. Oh, je weet wel heel erg. Allemaal in het plekje. Jongens, wie hopen jullie dat het dat wordt? En Jaden. Jaden? Ik twijfel tussen je. Oh, Kiara doet ook even eentje mee. Ja, heel voorzit, hè, Kiara? Wie hoop jij van hun dat het nat wordt? Sam. Oké, ja. Oh! Oh!
Dit is Sam. Nee, Sam, dit is Sam. Het is een aardige zooitje geworden. Wij gaan nog even door hier zo. Hey, bedankt voor het kijken. Als mensen nog geen abonnees hebben, wat moeten ze doen? Abonneren! En op het... En... Yes. En bedankt, tot de volgende keer. We zijn de drie musketeers. We zijn de drie musketeers.